agrarische sector verwachten van de SGP de komende tijd? Eigenlijk datgene wat de SGP altijd heeft gedaan, namelijk opkomen voor het belang van de sector. Ik kom heel veel op werkbezoek en ik merk elke keer weer dat de politiek heel vaak een goede bedrijfsvoering in de weg zit. Dus niet de sector ondersteunt, maar de sector als het ware misschien wel onbedoeld, maar de voet dwars zet. Terwijl die sector ongelooflijk belangrijk is voor de voedselveiligheid en voedselzekerheid. En daarom moet de sector de ruimte krijgen om zijn eigen beleid te voeren. Er moet van alles nog wat veranderen. De sector die wil dat, maar dat betekent wel dat die sector ook de ruimte moet krijgen om daarin zijn ding te doen en de keuzes te maken.